Ik heb even mijn laadje open gedaan, want ze gaan ook niet meer dicht. Het is vreselijk. Oh my god. Ik heb hier in deze bak al mijn Yankee Candles. Deze nooit wegdoen. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is echt misschien wel mijn favoriete video van de afgelopen tijd. Ik ga namelijk mijn geurkaarsenstash opruimen en uitzoeken. Nou ja, mocht je me al langer volgen, dan weet je dat ik echt een zwak heb voor geurkaarsen. Ik heb altijd geurkaarsen aanstaan. Ik moet er altijd meer hebben. Ik vind ze gewoon leuk en lekker ruiken en gewoon gezellig. Dat wil ik even uitzoeken, opruimen, bekijken. Dus heb je zin in deze opruimvideo en wil je helemaal in de herfstsfeer komen? Want ik heb echt gigantisch veel kerst- en herfstkaarsen eigenlijk. Blijf dan zeker even kijken, doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met het opruimen en uitzoeken van mijn geurkaarsenstash. Ik heb even mijn laadje open gedaan, want ze gaan ook niet meer dicht. Het is vreselijk. Ik heb hier zeg maar mijn make-up stash. En dan heb ik in de onderste twee mijn kaarsen. En hier zaten eerst alleen ja, kaarsen in, zeg maar potten en zo. En hier alleen de mijn Yankee Candles en de gewone vaccinelichtkaarsjes. Maar zoals je ziet past het niet meer en zit het nu eigenlijk overal en nergens. Goed, ik heb hier dan nog een kaars branden, dus die kan ik even niet meenemen in het opruimen. Want dan gaat het kaarsvet overal heen. Maar deze is zo lekker. Dit is de Pumpkin Cinnamon Bun van Bath & Body Works. En echt, dit ruikt gewoon naar pumpkin spice koekjes. Dit wil je in je kamer. Dit is echt, ik denk, mijn favoriet van de herfstgeuren van de hele collectie die ik heb. Dus echt een tip. Die is echt perfect. Maar goed, die heb ik dus daar. Dus die kan ik even niet gebruiken met het opruimen. Verder heb ik dan hier nog zeg maar ook een kaarsje in. Maar ja, dat neem ik even niet mee in het proces. En van die stompkaarsen. Oh ja, en ik heb hier even mijn lamp aan de kant. Hier heb ik volgens mij, ja, ik heb hier nog meer kaarsen. Oh, wat erg. Dan is dit mijn geurkaarsenstash. Ik denk dat het slim is om alles even op mijn bed te leggen, zodat we alles opnieuw kunnen opruimen en checken van of ik de geur nog lekker vind en kan sorteren. Dus dat gaan we even doen. My god, dit is wel een beetje gênant. Nou ja, ik kan er wel even snel doorheen gaan, want ik ga toch alles uitzoeken. Ik heb hier een apple cinnamon kaars, die komt van de Action. Nou, die is op zich ook bijna op. Hij brandt heel slecht. Maar dat heb je best wel snel met goedkopere kaarsen, dus die brand ik wel gewoon op. Ik heb hier twee van een Yankee Candle adventkalender. Die zaten in de adventkalender van die ja, potjes. En daarin brand ik ook altijd de Yankee Candles. Maar dat smelt altijd. Dus daarvoor gebruik ik die. Woodwick waxmelt. Woodwick Cozy Cabin. Echt super lekker. Die is nieuw. Ik heb deze van TK Maxx. De White Pumpkin kaars. Dit heb ik ook gefilmd in de video. Dus check die video als je dat wil zien. De Happy Easter van Scent & Fock. Hele mooie kaars. Vanilla Pumpkin. Die heb ik vorig jaar gekocht bij TK Maxx. Echt mijn favoriet. Die pot alleen al. Nou, deze heb ik nieuw voor deze winter. Marshmallow Fireside van Bath & Body Works. Best wel dure kaarsen zijn dit. Maar oh mijn god, deze is zo lekker. En kijk hoe mooi dit is. Dit ruikt echt amazing. Even kijken, dan gaan we iets omhoog. Hier heb ik twee kaarsen. Een kubus, maar die heb ik verpakt. En dit is een lichaam, een vrouwenlichaam. Maar dat hou ik verpakt. Ik heb hier nog wat losse vaccinelichtkaarsjes, dat kan uiteindelijk hierin. Dit was de doos met al mijn vaccinelichtkaarsjes. Hier zitten ook Yankee Candle kaarsjes bij in. Dus dat moet ik misschien ook nog een keer uitzoeken, want dat zijn natuurlijk wel mijn favorieten. Hier heb ik een nieuwe van de Action, de Cozy Cinnamon. Ik heb hier in deze bak al mijn Yankee Candles. Ik heb hier nog een mini Woodwick in de geur Sacred Smoke, heel lekker. Hier dus nog allemaal Yankee Candles. Geloof het of niet, ik brand het echt heel vaak. Vooral in de winter dus. Singing Carols. Maar ik heb natuurlijk al twee keer een adventkalender elk jaar gehad. Dus daarin komen er ook heel veel.
Ik heb nog wat mini rituals, dus dat heb ik hierin. Ik heb hier nog wat pompoenen. Kaarsjes, heel schattig. Ik heb deze gekregen vorig jaar met de adventkalender. De Bridgewater Harvest Pumpkin kaars. Die is ook heel lekker. Dit is zo'n kaars, maar die ruikt dus naar Harvest Pumpkin. Echt heel erg lekker. Dit is echt mijn favoriete geur. Yankee Candle en dan de Holiday Hearth. Echt heerlijk. Echt kerstgeur is dit. Maar deze wil ik dus bewaren voor als ik mijn eigen huis heb. En dan is dit de eerste kaars met kerst die ik wil branden. Want dit is echt mijn favoriet. En hij is niet meer te koop als het goed is in het groot. Ik heb hier cinnamon. Ik heb hier een Wood Smoke. De nieuwe Pumpkin Prayer Line van Woodwick. Heel lekker. Ik heb hier een apple cinnamon geur. Nog een cinnamon grote. Dit is ook een apple crumble geur. Dit is mijn Harvest Wreath Halloween kaars. Hier nog een Halloween kaars. Een nieuwe Trick or Treat. Een kerstkaarsje. Deze heeft geen geur. Deze is bijna op. Dit is Wood Smoke of zo van de Ethos. Ik heb hier ook een van Terme. Een hamam geurtje. En deze van Action, de Wild Flower. Dus dit zijn eigenlijk al mijn kaarsen. Oh ja, en daar heb ik nog wat dinerkaarsen. Ik heb deze zelf marmer gemaakt. Wit en zwart. Past dit natuurlijk niet hierin. Ik heb hier nog wat wierook. Ik heb nog wat... Wat is dit? Geurdingetje. Een potje. En die is leeg. Nou, deze kan weg. Die is op. Dus ik zit even te denken of ik alles even anders moet doen. Want het past hier dus niet in. Dus ik moet eigenlijk een grotere bak hebben waar al mijn kaarsen in gaan. Nou ja, en hier heb ik deze kast. En ik zit nu te denken dat ik misschien hier een plekje vrij kan maken. Dan heb ik parfum, spelletjes. Misschien kan ik dit wel verplaatsen naar daar. En dan hou ik hier al mijn kaarsen. Dan heb ik gewoon één la met al mijn kaarsen. Ik denk dat dat fijner werkt. Dus dat ga ik even doen. Tijd is om gewoon mijn kaarsen één voor één hierin te doen. En dan bepaal ik wanneer ik het erin doe om te kijken of ik het wil houden of niet. Hier heb ik van die kerstbomen. Die wil ik sowieso houden, want dat vind ik gewoon geweldig. Maar ja, moet dat in deze doos? Het ziet er wel leuk uit, maar kan ik beter bij de andere doen. Hier heb ik dus al mijn vaccinelichtjes. Hier ga ik gewoon alles los in doen. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Dit ga ik niet wegdoen, want dit is gewoon altijd handig om te hebben. Dus dat hou ik sowieso. Wat ik wel ga doen, is deze pompoenen erbij. En deze nieuwe, want dan heb ik gewoon alle vaccinelichtjes bij elkaar. Zo. Nou, hier hoef ik ook niks meer van te halen, want die doos zit echt helemaal vol. Dan ga ik gewoon al mijn geurkaarsen hierin doen. Wood Smoke wil ik houden. Ik denk dat ik heel veel wil houden. Deze van Scent & Fock voor Pasen. Dat is gewoon leuk om te houden. En die is ook heel lekker. Absoluut deze houden. De Bath & Body Works. De Vanilla Pumpkin hou ik. Maar die ga ik neerzetten alvast. De Apple Cinnamon kaars ga ik ook opbranden. Dus die hoeft ook niet bij de voorraad. Ja, deze potjes vind ik niet heel leuk meer van Yankee Candle. Maar ik vind ze wel chill om te gebruiken bij het opbranden van Yankee Candle. Omdat die dus smelten. En ik wil geen andere potjes daarvoor opofferen. Dus die bewaar ik wel. Die zet ik dan daar achter de doos. Ik heb hier deze pompoen. Die ga ik ook gebruiken in mijn decoratie. Dus die gaat niet bij de voorraad. Cozy Cabin. Dit is echt zo'n geur die in de winter gaat branden. Dus die hoeft niet nu. Die kan ik bewaren voor de decembermaanden of zelfs nog januari, februari. Want dit is gewoon een hele lekkere geur. Dus die zet ik daar. Of kan trouwens wel staan. Dan heb ik hier nog een Woodwick geur Pumpkin Prayer Line. Die ga ik ook in mijn kamer neerzetten. De cinnamon geur. Nou, deze Halloween kaars. Die moet ik uiteraard met Halloween weer branden. Hetzelfde geldt voor deze Trick or Treat kaars. Dit is ook voor Halloween. Kan die dan dicht? Ja. Hier heb ik nog een cinnamon kaars. Die kan ook rechtop staan. Kan deze dan ook rechtop? Ja!
dan heb ik hier Cozy Apple Cinnamon. Dit is een geur Apple Crumble van Action. Die ga ik gewoon opbranden. Die hou ik ook. Deze kerstkaars hou ik. Deze hou ik. Ja, dit is de eerste kaars. Oeps, die ik weg ga doen. De Wildflower. Dit is echt zo'n bloemengeur. Het ruikt naar cassis. Heel zoet. En ik ben helemaal niet van dit soort geuren. Dus deze ga ik aan iemand weggeven of zo. Die hoef ik niet. Deze nooit wegdoen. Ach, dit is echt kerst in een pot. Holiday Hurt. Die moet ik houden. Oké, dit is een beetje jammer. Ik moet even wat beter gaan indelen. Want ik heb nog een bak met allemaal Yankee Candle kaarsen. Rituals. Maar heel veel Yankee Candle. Daar kan ik deze bij gaan doen. Die pompoenen. Want dat is een beetje hetzelfde soort allemaal. En deze waxmelts van Woodwick leg ik er ook bij in. Dan zijn dit gewoon alle losse kaarsen. Maar ja, die doe ik hier wel bij. Dus ik moet even wat beter gaan schuiven. Nou, en dan is dit de laag geworden eigenlijk met alle kaarsen. En eigenlijk, het ziet er misschien nog steeds wel een beetje rommelachtig uit. Maar het is wel helemaal georganiseerd en opgeruimd. Als in één kaars gaat weg. Dat is echt heel knap. Maar het zit in ieder geval nu allemaal in één la. En dat is al heel fijn. Dan hoef je niet allemaal lades door te spitten om een kaars te zoeken. Hierin heb ik dus mijn Yankee Candles. Hierin al mijn vaccinelicht houden of theelicht, hoe noem je dat, die kleine kaarsjes. En hier mijn grote geurkaarsen. Dus ja, ik ben hier eigenlijk wel heel blij mee. Dan heb ik hier dus nog wat dingen over. Dit hou ik hier wel. Deze kan weg. Dit is voor wierook. Ook al doe ik dat eigenlijk nooit meer aan, hou ik het wel. En hier ga ik dus ook mijn parfum en zo doen, want dat heb ik uit die andere laag gehaald. Dus dat ga ik nu even hierin doen. Dus before... En after, ik had het echt veel eerder moeten doen. Dit is zoveel chiller. Ik heb hier nu gewoon al mijn parfum. Hier de echt zware voor in de avond en hier een beetje overdag. En dan heb ik hier mijn watjes voorraad. Dat past echt perfect. En daarachter mijn micellair voorraad. Daarachter kan ik ook nog wat kwijt, dus dat is heel chill. En deze la heb ik ook heel veel ruimte over. Ik heb daarachter de wierook en hier een beetje spelletjes, want dat zat ook in die andere la nog. En hier mijn deo bakje en mijn droog shampoos. Dus nou, past perfect. Dit doe ik weg. Ik gebruik eigenlijk nooit meer Playboy, dus deze is nog nieuw, dus die kan ik wel weggeven. Deze gooi ik gewoon weg. Deze gaat weg. En deze is bijna op, dus dan is dat ook gewoon chill. Die gebruik ik eigenlijk, deze gebruikte ik heel van de zomer, deze deo. En deze, nou ja, niet in de zomer, gewoon standaard eigenlijk. Dus deze heb ik nu de afgelopen tijd heel veel gebruikt. Maar ik maak eerst deze even op. Nou, ik heb lekker mijn make-up afgehaald. Het is tijd om heerlijk te gaan Netflixen, een boekje te lezen in bed. En de dag af te sluiten. Ik zit bijna in mijn maandelijkse periode, dus mijn huid is dan altijd een beetje ontploft. Dus ik heb wat producten gekregen van The Body Shop. Dit is niet gesponsord of zo, maar ik heb het wel opgestuurd gekregen. En ik ben echt heel erg benieuwd. Het is namelijk de nieuwe lijn. Ik weet dus niet hoe je het uitspreekt. Volgens mij is het Edelweiss. In ieder geval zo ziet het eruit. En ik heb allemaal producten gekregen. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik dacht, ik heb trouwens mijn Snuggie aangedaan. Dat is echt zo'n mega trui ding. Die echt tot over je knie komt. Echt heerlijk. Dus ik dacht, ik ga lekker even mijn skincare doen. En kaarsjes staan al aan. En dan ga ik lekker in bedje Netflixen en een boekje lezen. Can't wait. Oké, ik doe heel even mijn haar vast. Zo, prachtig. Allereerst heb ik de Bouncy Jelly Mist. En dit moet er dus voor zorgen dat schadelijke uit de omgeving niet in je huid gaat trekken. Dus eigenlijk is dit ideaal voor om 's ochtends op je gezicht te sprayen. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. Oeh, dat ruikt heel lekker. Heerlijk fris. Oh my god, dit is niet normaal zacht. Echt heel fijn.
lekker georganiseerd en opgeruimd. En alles heeft gewoon een plekje nu. Dus dat vind ik heel erg chill. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je met een grote kop thee lekker hebt genoten van deze video. En lekker cozy bent geworden. Dus bedankt en tot de volgende video weer. Doei doei!